In deze film ga ik u tonen hoe u uw eigen signalen in nanotrailer kunt bouwen op basis van een basismodel beschikbaar in de module Express. Om dit te kunnen doen heeft u het abonnement Nanotrailer Full nodig. Ik ga u tonen wat de meerwaarde is van dit soort programmaties. Dit geeft u onafhankelijkheid. Dit geeft u de mogelijkheid om zelf te gaan bepalen wat u wilt zien in de charts. Geeft u de mogelijkheid om uw eigen signalen te creëren. Geeft u de mogelijkheid om uw eigen stops te creëren. En u bent dus niet langer afhankelijk van wat er standaard in uw tradingplatform beschikbaar is. Maar u kunt zelf gaan zaken programmeren of u kunt bestaande zaken gaan nuanceren of personaliseren. Dus dat geeft heel veel creatieve mogelijkheden en uiteindelijk geeft dat u exclusiviteit. Want u gaat uw eigen systemen maken, zaken gaan programmeren en over zaken beschikken waarover niemand anders beschikt. Ik ga het doen op basis van 4 concreet uitgewerkte voorbeelden. En in het achterhoofd is het de bedoeling van u eigenlijk te bewijzen of aan te tonen dat programmeren in Express niet per se iets is wat weggelegd is voor informatici of programmeurs, maar dat het zaken zijn die eigenlijk voor iedereen toegankelijk zijn, die niet per se zo moeilijk hoeven te zijn. Wat zijn de 4 voorbeelden die ik voor u ga uitwerken? Eerste voorbeeldje zal zijn een moving average. De moving average is een functie die beschikbaar is als functie in Express. Ik toon u later wat dat precies inhoudt, maar dat is de aanvangssituatie. Nadien gaan we die basissteen gebruiken en gaan we die nuanceren door er een eigen helling in dit geval aan toe te voegen. Wat is het idee achter die helling? Het idee daarachter is dat men de basissteen gebruikt en daar een nuance op creëert. In een derde voorbeeld gaan we nog een stapje verder. Dus we zitten nu in een systeem waar we een basissteen gecreëerd hebben, waar we nadien een gepersonaliseerde touch aan hebben gegeven. En nu gaan we die nog eens gaan versterken met een indicator, in dit geval de MACD. Die indicator die is beschikbaar in het platform, maar we gaan die integreren in ons eigen systeem dat al bestaat uit een moving average en een extra conditie. Het laatste voorbeeldje is nog een stapje verder en iets gesofisticeerder systeem waarin we gaan profiteren van een signaal. Dus niet geen functie, geen formule of geen indicator, maar een gans signaal. Een signaal dat beschikbaar is voor alle klanten op Nanotrader Full. En we gaan daar dan een persoonlijke touch aan geven om in dit geval opnieuw die helling, dus wat we daarvoor al gebruikt hebben in de moving average. Beginnen nu doen we aan de hand van een kant-en-klaar model. Ook dat is aantonen dat Nanotrader en Express toegankelijk zijn voor iedereen. Dat kant-en-klaar model is een model, een Express model dat beschikbaar is op ons forum. Voor iedereen toegankelijk via onze website. U moet zich enkel registreren als gebruiker van het forum. En dan krijgt u toegang tot een ganse bibliotheek aan beschikbare mogelijkheden. Eentje daarvan heb ik speciaal op de website, op het forum gezet, om deze film ook te illustreren. En wat nadien beschikbaar is voor de mensen. Het bevindt zich op volgende link. Ik ga u tonen nu hoe we werken op het forum. Hoe we daar ons specifiek basismodel
dat gaat basis zijn voor onze vier voorbeelden, gaan kunnen recupereren. En hoe we van daaruit dan overgaan naar NanoTrader en naar de Express Editor. Zoals gezegd is de eerste stap het recupereren van ons basismodel van op het forum. Dat forum dat bevindt zich op onze website hier bovenaan. Dat forum dat ziet er als volgt uit. Tenminste als u geregistreerd bent. Dus voor zij die nog niet geregistreerd zijn op het forum, ik zou zeggen dat loont de moeite. Het gebeurt op basis van uw e-mailadres, uw klantennummer bij Selfinvest. En is super eenvoudig. Geeft u toegang tot al die informatie hier. Is logisch onderverdeeld in een aantal topics. Wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de Express Programming. Om u maar te tonen wat er allemaal beschikbaar is aan zaken die uw platform kunnen uitbreiden. Dus al die zaken zijn zaken die niet beschikbaar zijn standaard in NanoTrader, maar die ofwel door Selfinvest ofwel door andere gebruikers op het forum zijn gepost. Er zit ook een zoekfunctie op het forum en ik stel voor dat we dat eens gaan gebruiken. Stel dat u nu zelf zou op zoek gaan naar een basismodel voor te programmeren in Express. Programmeren in Express. En we komen eigenlijk rechtstreeks aan bij de eerste post, wat de onze is, die ik voor u ter beschikking stel, namelijk een template indicator of signaal om in Express te integreren. Wat doen we dan? We gaan dat downloaden en we gaan die file openen. Hier hebben we dat model. En dat model, dat kunnen we nu eigenlijk gewoon gaan copy-pasten en gaan integreren in ons tradingplatform. Ik toon u meteen hoe we dat doen. Eens we de download voltooid hebben van ons model, kunnen we rechtstreeks overgaan naar het tradingplatform. Ik heb het platform NanoTrader hier geopend. Blanco pagina. En een contract genaamd Simulation. Ik vind persoonlijk Simulation het beste contract om op te werken wanneer ik aan programmatie doe. Het is een virtueel contract, het beweegt veel en het heeft de mogelijkheid om via de knoppen Page Up en Page Down op het toetsenbord de koers aan te passen of te beïnvloeden. Op die manier kunt u opzettelijk bijvoorbeeld een signaal doen ontstaan om na te kijken bijvoorbeeld dat wat u geprogrammeerd had in Express wel degelijk leidt tot een signaal. Dus vanuit Simulation kunnen we nu een blanco of een standaard grafiek openen. Dat ziet er als volgt uit. Zo, dat hebben we niet nodig. Hier in de marge linkerkant hebben we bijvoorbeeld alle instellingen die we willen op dit moment. Er staat vooringesteld een periods high low stop. Is een perfecte stop, kunnen we zeker laten staan. Die gaat mooi in samengaan met wat we hier wensen te gaan programmeren. Nu concreet, wat moeten we doen? Wel, de eerste stap is eigenlijk de knop hier indrukken, add indicator of add sentimenter, dat dialoogvenster openen en daar zit er in indicatoren in Express zit er een standaard Express. Dus het zit bovenaan in de lijst hier. Zo, we voegen die toe als sentimenter. Dan verschijnt die hier in de linkermarge. En van daaruit kunnen we dan de zogenaamde Express Bewerker openen. Dat is eigenlijk ons dialoogvenster om dingen te gaan programmeren. Nu, een blanco veld, maar de inhoud van ons basismodel, dat hebben we gerecupereerd uit vanuit het forum. De tekst die zag er als volgt uit, als bestandje dat we hebben gedownload.
En wat kunnen we nu doen? We kunnen heel eenvoudig gewoon copy-paste doen vanuit dat bestandje, die tekst, dat tekstbestand dat we gedownload hadden, en dat hier in de expressbewerker gaan invoeren. Eens dat we dat gedaan hebben, kunnen we hem toepassen en kunnen we oké klikken. Op die moment is die hier dus eigenlijk in de designerbar toegevoegd. Krijgt u een aantal waarden mee. Op dit moment is het louter een basisblok, hè, dus dat wil nog niet zoveel zeggen. We zien ook hier het resultaat van ons express is eigenlijk niks, want het maakt gewoon een vlakke lijn op 0. Wat we verwachten ook, want de bedoeling is van daaruit iets te gaan toevoegen. Maar goed. Wat we nu doen is opnieuw dubbel klikken in de designerbar. We openen opnieuw ons bestandje. En vanaf hier kunnen we nu ons eerste basisblok gaan programmeren. De hulp of het goede aan dat basismodel is dat we kwestie van structuur hier nu al sowieso juist zitten. Wat valt er ons op? We hebben hier een reeks met variabelen die onderverdeeld zijn uit zogenaamde series en uit zogenaamde inputs. Variabelen, dus vars, is het eerste onderdeeltje uit ieder blok programmatie. Dat wordt gevolgd door een blok, een heel belangrijk blok, calculation. Dat is waar u, of waar we, alle elementen gaat invoeren die het platform voor ons gaat moeten berekenen en vervolgens gaat moeten interpreteren. Interpretatie die gebeurt hier. En tenslotte is er een deeltje waar we plotten, waar we dus eigenlijk visueel zaken definiëren en gaan definiëren hoe ze moeten getoond worden in de grafiek. Wat gaan we nu doen? We hadden gesproken van een eerste voorbeeld op basis van een functie. Een functie, die zit hier onderaan, vast geprogrammeerd, gecodeerd eigenlijk, in Express of in NanoTrader. Dus dat zijn functies die we hier eigenlijk uit het rijtje te kiezen hebben, en die we dus zo kunnen toevoegen. In dit geval hebben wij dus gekozen om een voorbeeld te doen rond moving average. Dus het volstaat eigenlijk om in die lijst met beschikbare functies te gaan zoeken naar moving average. En die zit hier. Wat gaan we nu doen? Eerst en vooral gaan we eens kijken naar de periode. Bij de input. Dus bij de input willen we eigenlijk een periode toevoegen. Met andere woorden, we willen kunnen zeggen, wat zijn de waarden van onze moving average? Waartussen kan de periode waarover onze moving average, wat trouwens een soort gewogen gemiddelde betekent, over welke periode willen we dat die gewogen wordt of berekend wordt? Hoe gaan we dat neerschrijven? Wel, we gaan een input doen die heet periode. En we gaan periode definiëren tussen 1 en maximaal 100 en standaard 12. Dus we zien eigenlijk drie gegevens. Drie gegevens die willen zeggen 1 is de minimumperiode, wat logisch is. We moeten minstens 1 periode hebben in de tijd om ons gemiddelde op te berekenen. We stellen hier dat het maximum 100 is, dat kan ook 200, dat kan 300 zijn, dat kan ook 20 zijn. Belangrijk in principe is natuurlijk, enerzijds gaat dat ons limiteren in onze mogelijkheid, anderzijds als u ooit die waarde specifiek wil gaan optimiseren, dan begrenst deze instelling eigenlijk het universum waaruit het platform gaat zoeken naar optimisaties.
En dat kan van belang zijn omdat men als men die waarde te hoog zet, dat het platform in principe uit te veel mogelijkheden kan gaan zoeken en dat het dan mogelijk ook te zwaar wordt voor uw processor om die berekening te doen. Nu, 100 periodes is een mooi gegeven, een mooie termijn al. Dat laatste cijfer is 12, dat is de standaard. Dus standaard zal moving average worden berekend over 12 periodes. Dat is gewoon een standaardwaarde. Die kan gewoon nadien in de designerbar aangepast worden. Dat is het eerste wat we doen. Dus hierbij hebben we eigenlijk onze input voor onze nieuwe waarde gedefinieerd. Het volgende is, we hebben hier een aantal standaard zaken. Ik ga die niet allemaal overlopen, maar dat zit dus mee in ons basismodel. Moeten we niet aankomen. Calculation. Calculation in dit geval heel belangrijk is dat we een gebruik gaan maken van een functie opnieuw die heet if is first bar. En if is first bar kan gewoon zo ingevoerd worden. If is first bar, de betekenis daarvan is eigenlijk kan het platform zeggen: al wat dat we hier gaan berekenen, al wat volgt, moet alleen berekend worden in het geval dat het de eerste bar is. Nadien niet meer. En dat voorkomt dat bij iedere nieuwe tik dat er in het platform binnenkomt, dat heel die lus van berekeningen, van instructies, opnieuw over en over wordt berekend. Opnieuw daar het risico dat het voor de processor te veel gaat worden. En bovendien, het is een onnodige berekening, want onze moving average, die moet gewoon if is first bar bij de eerste bar één keer berekend worden. En dan is dat het resultaat wat we willen hebben. Standaard komt dat met haakje open. We kunnen dat gewoon sluiten. Daar hoeft verder geen informatie in te komen. Then. En dan komen we naar onze functie, die we willen demonstreren. Eigenlijk hier in dit voorbeeld. Then moving average invoegen. En de moving average van. Dus de haakjes staan open. Hier gaan we definiëren waar op basis waarvan we de moving average willen gaan berekenen. Het eerste wat daarin moet komen is op basis van bijvoorbeeld C. C wil zeggen de close. Dus de sluit van iedere candle, van iedere periode. Dat kan eventueel iets anders zijn. Meest traditioneel is dat de close. Volgende waarde is de waarde hier x. En de laatste waarde is dollar period. Dus op basis van de inputs zoals wij ze gaan bepalen. Dat is onze eerste regel. Wat we nu kunnen doen bijvoorbeeld is, want we hebben al een en ander weggeschreven, is op toepassen klikken. Om te kijken of wat we hebben geschreven strookt met de syntax van Express. Hier zien we dat er ergens iets fout is. Namelijk, in de laatste regel hier hebben we een komma geplaatst waar er een puntkomma moest staan. Zo, dat aanvaardt hij wel. Belangrijk hier, puntkomma sluiten we een bepaald blok af. Komma is aan om aan te geven dat we eigenlijk nog meer informatie binnen hetzelfde blok gaan toelaten. Maar in deze instructie, if, is het puntkomma, want dan de volgende is opnieuw een if, dus dat is een nieuwe conditie eigenlijk. Die tijden die kunnen we laten staan. En dan begint de berekening. Dus wat dat we nu gaan zeggen is natuurlijk, we gaan moeten zeggen wanneer willen we uiteindelijk het draait om koopsignaal en om verkoopsignalen. Wat dat we hier gaan doen nu is definiëren wat is voor ons een koopsignaal. Een koopsignaal is voor ons
Volgende conditie, laten we zeggen. Wat zeggen we hier? Als de C, dus de close van de vorige candle, als die kleiner is dan de X, en X hebben we hier gedefinieerd, namelijk zijnde de moving average van een X-periode gebaseerd op de close. En de close van de huidige kaars is groter dan de waarde van de moving average. Then, dus wat zeggen we hier eigenlijk? Deze omstandigheid is de candle sluit onder de moving average. En de vorige candle, sorry, de vorige candle sluit onder de moving average en de huidige candle die sluit boven de moving average, dan is dat voor ons een koopsignaal. Wat er in het geval van een koopsignaal moet gebeuren is het volgende: highlight slot green, dat zien we hier, en centi is 100. Centi is 100, dat wil zeggen we geven aan de metasentimeter, dat gaan we nadien zien, aan de metasentimeter geven we mee dat op dat moment 100 als waarde gedefinieerd is en 100 staat gedefinieerd als koopsignaal. Een sell-signaal is de omgekeerde volgorde, hè? Dus daar willen we een neerwaartse kruising hebben met de moving average en dan gebeurt er het volgende, hè? Dus de slot van rood en een centi van 0, wat een verkoopsignaal wil zeggen. Toepassen. We gaan nu onze naam nog aanpassen, want we zijn eigenlijk beginnen verder werken op ons basismodel. Hoe kunnen we dat doen? We gaan hier gewoon terug een dubbelklik doen. En hier bovenaan wordt eigenlijk de naam bepaald die we in de designerbar gaan zien. Signaalindicateur was de standaard. We gaan daar bijvoorbeeld signaal MA van maken, mits het om de moving average gaat hier. We gaan toepassen en op OK klikken. Onmiddellijk zien we hier in de designerbar dat de naam veranderd is naar de naam die we net hadden ingegeven. En dan als laatste fase. Het is heel belangrijk dat u altijd die volgorde respecteert. Dus toepassen, OK. Opnieuw openen vanuit de designerbar en dan gaan bewaren. Op die manier bent u zeker dat u altijd de correcte naam respecteert in de folder. Dus we bewaren dat en we drukken op OK. En hiermee is ons werk rond. En kunnen we eventueel eens gaan kijken hier wat we precies geprogrammeerd hebben, hè? Dus als ik hier die laatste fase hier, de meest recente fase, even bekijk, dan zien we dat onze condities schijnen te kloppen, hè? Wat hadden we gezegd? We hadden namelijk gedefinieerd dat in dit geval de vorige candle een close heeft, die zit hier, die kleiner is, die onder de moving average zit. Moving average, wat trouwens de blauwe lijn is. En we nu een huidige candle hebben met een close die boven de moving average zit, dan krijgen we een centi van 100. En dat wordt ook tevens aangeduid met een groene balk in de grafiek. Dus we hebben niet alleen een visuele ondersteuning om dat aan te geven, maar we hebben ook een metasentimeterwaarde die naar 100 zal springen. Met andere woorden, als we hier een metasentimeter gaan toevoegen, dan zien we dat dat effectief ook gebeurt en naar 100 gaat. Dat is visueel minder belangrijk, maar is zeer belangrijk om systemen te gaan automatiseren. Want op basis van die waardewisselingen gaan we kunnen definiëren wanneer er automatische koopsignalen of verkoopsignalen moeten komen. De koers draait meteen daarna en we krijgen het omgekeerde
scenario met een close onder de moving average. En we zien dat er een correct een rode balk in de grafiek wordt getekend om ons daar attent op te maken. Maar we zien ook dat de metasentiment er terug springt, eigenlijk van 100 rechtstreeks naar 0. Wat dus 0 betekent, wat voor platform betekent dat er moet verkocht worden. Dus hiermee zijn we rond. We hebben hier een systeem, een eerste voorbeeld getekend of gedefinieerd op basis van een functie in het platform, vertrekkende vanuit een basismodel waar we dan klein. Nu gaan we over naar het tweede voorbeeld. Een voorbeeld waarin we eigenlijk gaan verder borduren op wat we hier in ons eerste voorbeeldje hadden gemaakt. Dus wat doe ik? Ik open opnieuw die Express bewerker met onze basiscode nu, die ik graag bouwsteen noem, omdat we daar eigenlijk gaan op verder bouwen. Het idee nu is om niet alleen u te tonen wat een functie is in Express en hoe die te benutten, maar dat we dus ook zelf gewoon volledig eigen zaken, eigen nuances, eigen berekeningen kunnen gaan toevoegen aan zo'n programmatie. En wat ik zelf in gedachten had, is een conditie op basis van helling te gebruiken. Dus wat interessant is, is dat dus die moving average een bepaalde hellingsgraad gaat hebben. Hoe groter de bewegingen, hoe forser die helling, hoe sterker die helling zal zijn. En hoe platter de beweging, hoe minder steil dat die helling zal zijn. Vaak kunnen we daar aan de hand daarvan gaan bepalen of er kracht, momentum in de markt zit, of dat er veel ups en downs zijn rond die gemiddelde lijn. En dus wat eigenlijk wil zeggen dat de markt natuurlijk wel beweegt, maar eigenlijk heel stabiel is, wat vaak minder interessant is. Dus ik stel voor dat we die helling gaan bepalen. En eens dat we die bepaald hebben, dat we dat systeem gaan wegschrijven in Express en dus onze signalen gaan kunnen aanpassen nog. Hè. Dus met andere woorden, het basissignaal is nog altijd, of de basisconditie voor een signaal blijft dezelfde, maar naast dat gegeven gaat het platform voor ons de helling berekenen en gaat daaraan op basis daarvan bepalen of het een geldig signaal is of niet. Dus onze Express bewerker, wat gaan we nodig hebben? Hè? Dus we gaan het eerst en vooral in de series gaan we een nieuw gegeven moeten invoeren. Ik noem dat helling. We kunnen meteen de naam ook gaan veranderen, waarom niet? Want in principe beginnen we aan een nieuw projectje. In de inputs gaan we een gegeven toevoegen, namelijk helling mini bijvoorbeeld, en we gaan dat zoals we daarnet met de moving average, met die periode, hebben moeten bepalen, gaan we ook voor die helling een aantal gegevens, startgegevens of inputs gaan moeten bepalen. Als minimum, en hier gaat het om percentages, dus de waardes die we moeten, de inputs die we moeten definiëren, zijn ietsje anders dan bij een periode. Maar het begin is hetzelfde, dus we bepalen de minimum en de maximum. Bijvoorbeeld de minimum zijn de 0,000, wat dat eigenlijk wil zeggen 0,00%. Dus geen helling, met andere woorden. Het maximum kunnen we bijvoorbeeld zeggen 1,0000. De standaardwaarde kunnen we zetten op 1,0005. En dan moeten we nog definiëren, omdat het om een procent gaat, moeten we de toename bepalen. Dus iedere sprong van waarde zal met 0,001 gebeuren. Dus met 0,01% kunnen we gaan variëren. En we spreken van drie cijfers, drie decimalen na de komma.
dat is een beetje specifiek aan werken met percentages. Dus dat moet u in acht nemen. Dat is iets wat ik hier nu niet. Dat is eigen is aan Express. Dus die structuur, of de syntax om dat vast te stellen, gaat altijd dezelfde zijn. Maar dat is even trainen om dat knie te krijgen. Onze periode, ja, dat is gelinkt aan Moving Average, dat blijft bestaan, de rest ook. En het is eigenlijk pas in het blokje Calculation dat we een nieuw element gaan toevoegen. Wat gaan we daar toevoegen? Eerst en vooral gaan we definiëren wanneer dat een berekening moet plaatsvinden. Zoals we hier hebben gedaan bij de If is First Bar voor de Moving Average, gaan we zeggen tegen het platform, wel kijk, het platform moet dat gaan berekenen op voorwaarde dat de x, dus onze moving average waarde, verschillend is van 0. Anders heeft het geen zin uiteraard om een helling te gaan bepalen als er helemaal geen helling is. Of helemaal geen moving average, dus geen basislijn is om de helling voor te bepalen. Then, en dan zeggen we helling is, en dan gaan we een beetje wiskundig de wiskundige kant uit, de mathematische kant in principe. Ik ga de formule niet volledig in detail uit de doeken doen, maar u kunt dat noteren en uiteraard gaan naberekenen. Maar concreet komt erop neer, om die hellingsgraad te bepalen, zeggen we 100 maal en dan 1 min x, dus de moving average van de vorige candle, gedeeld door de actuele moving average. We gebruiken hier ronde haken, vierkante haken, dus hier openen we de haken met de ronde haak. Dit is om aan te geven dat het de moving average is van de periode, de voorgaande periode. Normaal tussen haakjes, maar hier hebben we haakjes gebruikt, dus moeten we vierkante haakjes doen. Afsluiten doen we met punt, komma. Eventueel een spatie om het overzichtelijk te houden. Dit hier blijft bestaan. By-signaal. Het eerste deel blijft uiteraard bestaan. Dat is dit. Dit gegeven. Alleen, dan komt er iets bij. Dus in plaats van onmiddellijk de then erachter, zeggen we and. Want we willen dat gegeven van die helling integreren. Stel, in het geval van een by-signaal, dan willen we dat de helling, dat die groter is dan de waarde, de input, die we zelf hebben bepaald, uiteraard. De helling mini. Dus het idee is, in onze input zeggen we wel, de helling moet minimaal x zijn, standaard 0,05%, uiteraard aanpasbaar door ons, maar dat is de minimum. En om een scope-signaal te bepalen zeggen we wel, naast het feit van die opwaartse kruising met de moving average, moet op het moment dat dat gebeurt, de helling groter zijn dan wat dat wij definiëren als minimum helling. De rest blijft hetzelfde. En kwestie van een verkoopsignaal, of op vlak van verkoopsignaal, kunnen we dat blok eigenlijk gewoon copy-pasten en kunnen we dat omdraaien. Want in principe daar gaat het omgekeerde zal waar zijn daar. Dus we willen dat de helling die we zien op dat moment, dat die kleiner is dan de minimum helling die we hadden vastgesteld. Nu, aangezien dat het een omgekeerd redenering is, zetten we daar ook een min achter. Dus we willen dat de helling actueel kleiner is dan de negatieve vorm van de miniwaarde die we vastgesteld hebben. We kunnen toepassen. We krijgen geen foutmelding, dus dat wil zeggen dat op vlak van
syntax op dit moment, de code op zich, ook correct is. We klikken op OK. En we heropenen. En we bewaren. We zien dat door dit te doen, eerst toe te passen, OK, vanuit de designerbar terug te openen, dat hier in de template de naam is aangepast naar wat wij hadden gedefinieerd. Dus we kunnen gewoon bewaren zonder dat we het risico hebben dat er iets anders, iets vorigs bijvoorbeeld, wordt overschreven. Dus we hebben onze nieuwe formule klaar. We gaan eens kijken wat dat geeft. Wel, bijvoorbeeld hier zien we een signaal. Dat strookt met de condities zoals we bepaald hadden voor een verkoopsignaal. En waarvan de helling blijkt kleiner te zijn, groter te zijn dan 0,05%. Die waarde die is hier in de inputs beschikbaar. Die is aanpasbaar. Dus dat wil zeggen dat we hier kunnen gaan spelen met die waarde. En als we het plan wat vergroten, dan gaan we zien dat door daarmee te spelen, dat we eigenlijk een soort van filter effect hebben van signalen. Hè. Dus signalen die hier onder deze conditie bestaan, verdwijnen door die hellingsgraad, de conditie van die hellingsgraad te gaan verhogen. Dus dat wil zeggen eigenlijk, we worden strenger op wat we toelaten als signaal. Hè. We zien dat er hier een reeks is geweest die doorgaan, zelfs met die steile helling. En dat klopt ook inderdaad, want we zien een enorme beweging in de markt. Zo, tot zover voorbeeld 2. In het volgende voorbeeld gaan we nog een stapje verder in onze programmatie. En gaan we aan wat we tot nu toe al geprogrammeerd hebben, een indicator toevoegen die bestaat in NanoTrader. Dus wat gaan we doen? We gaan in onze eigen programmatie een waarde importeren die door het platform gecreëerd wordt. Ik ga een klassieker onder de indicatoren nemen, de MACD. Eerste stap is MACD te gaan toevoegen als indicator. Zo. Verder gaan we hier naar onze programmatie en gaan we onze voorbereidingen doen, namelijk door de naam aan te passen. Bewaar. Oké. Okay. Nu, wat we nodig hebben is eigenlijk, of wat we vaststellen, is dat die MACD, dat die bestaat uit twee lijnen. Een rode en een blauwe. We gaan de waarde van die twee lijnen gaan moeten importeren in onze eigen programmatie. Dat doen we door in de series die namen of die lijnen, de naam van die lijnen, correct te benoemen. Om te weten hoe het platform of onder welke naam in het platform die twee lijnen gekend zijn, gaan we kijken naar de visualisatie. Namelijk, we zien dat een blauwe lijn main heet en we zien dat een rode lijn trigger line heet. Op die manier weten we waarnaar we moeten refereren. Dus we gaan naar onze programmatie, de naam is aangepast en in de series gaan we dus spreken van die twee zaken. Een MACD en een trigger line. Nadien moeten we beschrijven eigenlijk van waar die komen, die lijnen. Dus die ene is de MACD main. Dus het eerste deel is zeggen, oké, het gaat om de Sentimenter MACD en daarin zit een main. En dan de andere is uiteraard opnieuw deel uitmaken van diezelfde indicator, maar dan van de rode lijn van de trigger line. Komma. Zo. Toepassen. Geen foutmelding, dus de syntax is in orde. Voor de rest moeten we van inputs niks doen. Van de berekening, op vlak van berekening, gaan we eigenlijk enkel de bijkomende conditie willen toevoegen.
Dus uiteraard de eerste twee elementen die blijven gewoon bestaan, die blijven nog altijd geldig. En dan voegen we eraan toe dat we ook willen dat voor een koopsignaal de MACD, dus de blauwe lijn, dat die hoger is of groter is dan de trigger line of de rode lijn. Voor een verkoopsignaal willen we uiteraard het omgekeerde. Zo. Toepassen. Bewaren. Overschrijven. Oké. Dus kwestie van programmatie, is dit nu rond en klaar? Het enige wat we nu moeten doen is in de designerbar een kleine aanpassing maken. Het is namelijk zo dat de MACD, zuivere MACD op zich, nu ook geldt als een indicator. Dus de metasentimenter gaat die mee evalueren om signalen al dan niet te genereren. Dat willen we eigenlijk niet. We willen namelijk uitsluitend op basis werken van ons eigen signaal. Maar we hebben die MACD wel nodig, die moet actief zijn in het lijstje hier, om de waardes te kunnen recupereren. Dus hoe gaan we die nu uitschakelen? Wel, we kunnen een gewicht kiezen voor alle verschillende elementen uit ons systeem. En dus wat dat we gaan doen hier, is het gewicht voor de zuivere MACD op 0 zetten. En daardoor krijgen we enkel opnieuw signalen op basis van onze eigen express. En zo krijgen we dus hier een aantal verkoopsignalen, bijvoorbeeld hier een prachtig long signaal op basis van de ik ga dit even in de master zetten, op basis van onze conditie, hè? Dus basisconditie, een stijging van onderuit naar boven op basis van de moving average. Er is een conditiehelling die op dit moment blijkbaar geldig is. En er is een MACD-conditie die zegt dat inderdaad op dat moment een koopsignaal mag afgegeven worden. Als laatste voorbeeldje gaan we werken op basis van een signaal. Dus naast indicatoren, naast individuele stops, naast filters, bestaan er in het platform signalen. En signalen zijn eigenlijk pakketten, vooringestelde pakketten, die u een signaal koop of verkoop afleveren. En die pakketten bestaan uit één indicator of meerdere indicatoren, gekoppeld aan stops en eventueel aan filters. Dus het idee nu is van zo'n signaal integraal te gaan overnemen in onze eigen programmatie. En op basis daarvan te werken om dan bijvoorbeeld een nuance of een verandering aan dat signaal toe te voegen. Die signalen, waar vinden we die? Wel, die zitten eigenlijk in hetzelfde menu als alle indicatoren en stops en zo. En die zitten hier onder de WAS Store. WAS bijvoorbeeld, en daar gaan die mee zitten. Ik ga er nu eentje specifiek gaan uithalen. Single Range Breakout vind ik zelf een heel mooi signaal. Hoe zit dat in elkaar? Ik ga hier een recent voorbeeldje tonen. Zo. Zo. Dus signaal range breakout. Dus wat doet dat eigenlijk? Wat doet het platform voor u? Wel, het platform voor u traceert een situatie waarin er een range is. Een range is eigenlijk een soort trendloze situatie in de markt met een soort van zijdelingse beweging. Het platform gaat dat detecteren en gaat voor u eigenlijk een range bepalen op basis van
de hoogste koers uit die zijdelingse beweging en de laagste koers uit die zijdelingse beweging. En het idee is dat wanneer er een breakout, een uitbraak komt uit de range, dat wordt gedefinieerd door een close die hoger is dan de hoogste of een close die lager is dan de laagste uit de range, dan wordt er ingestapt in die richting in een mogelijk nieuwe trend. Hier zien we dat heel mooi. Dus hier werd er zo'n range situatie gedefinieerd. Hier gaat het platform beslissen, goed, dit is een range en ik zet dus een baken, laten we zeggen, op de hoogste en de laagste koers. Ik houd die aan en ik trek die door, totdat er eigenlijk een uitbraak komt in een bepaalde richting. In dit geval is dat hier gebeurd, waar er een mooie breakout komt. En waar er dan... waar de trend eigenlijk zich verder zet, tot op zeker niveau, in de long situatie. Dat wordt hier gecombineerd met een periods high low stop, die dus in dit geval op basis van de lows gaat een stop meetrekken, mee voortrekken, om dan uiteindelijk hier uitgestopt te worden. Ja, dus men stapt in en wordt hier uitgestopt. Heel mooi systeem dat we nu gaan proberen te integreren in onze eigen programmatie, om er dan nog een conditie bovenop te doen, namelijk bijvoorbeeld die oude of die vorige formule in verband met de helling van de moving average. Dus hoe gaan we te werk? Wel, ik stel voor dat we terugkeren naar ons basismodel, de signal MA, dat we de naam eerst en vooral veranderen en dat we daar RB van maken, bijvoorbeeld signal range breakout. Oké. Dat we dit gaan bewaren. En dat we dan gaan kunnen onze eigen programmatie doen. Wat hebben we nodig? Wel, eerst en vooral hebben we die RB een nieuw gegeven nodig in de series, wat we gaan noemen RB Senti. Die RB Senti die bestaat uit Signal Range Breakout Express. .senti. Dus we willen de sentimentorwaarde van dat gegeven van die signal range breakout gaan recupereren. We hebben ook onze helling nodig, want die gaan we terug gaan gebruiken. De input. Hebben we dus onze helling mini, zoals we die daarvoor hadden beschreven, met dan onze waardes. De minimum. En drie cijfers na de komma. Zo. De periode kunnen we bewaren. Zo. Onze conditie over de helling. X. Verschillend van 0 en helling is gelijk aan 100 maal 1 min x van de vorige gedeeld door x. Goed uit. En dan kwestie van het signaal. Gaan we dus nu het over een andere boeg gooien. We werken dus niet meer langer op basis van die moving average, maar we werken op basis van ons signaal. Dus wat willen we nu? Wel, de RB Senti, wat we daarnet als nieuwe series hebben toegevoegd, van de vorige
candle. Die moet kleiner zijn dan 76. En RB centi van de huidige candle. Die moet groter zijn dan 76. Wat is dat nu? Wat beschrijven we hier eigenlijk? Wel, we beschrijven dit soort situatie. Even wat kleiner maken. Dus we zien hier dat die Centimeter op basis van de range breakout, dat die dus standaard hier rond de 50 zit en dat die gaat uitbreken. Als we dus een situatie hebben waarin de RB centi van de vorige candle kleiner is dan 76 en de huidige wordt dan 76 of groter dan 76, dan krijgen we eigenlijk een koopsignaal op de range breakout. En dat is wat we hier beschrijven met een koopsignaal. Alleen gaan we eraan toevoegen end helling. Die moet groter zijn ook dan wat we beschrijven als helling mini. Then, en dan wat we gaan wat we op zo'n moment willen is hetzelfde, hè. Zo. Voor een verkoopsignaal uiteraard een beetje de omgekeerde logica. Dus moving average gebruiken we niet meer. Voor het verkoopsignaal zitten we dus met een situatie die draait rond 25 in plaats van of 26 liever 24, sorry, in plaats van 76. Dus wat willen we? De RB centi van een situatie waarin de centimeter van de vorige candle groter was dan 24. En de RB centi van de huidige kleiner is dan 24 en helling kleiner dan min, omgekeerd helling mini. Dan toepassen. Oké. Express. Vooral zekerheid nog eens bewaren. Zeker, want het al bewaard, maar maakt niet uit. En op die manier creëren we dus ons eigen interpretatie van het systeem op basis van een signaal range breakout. Met daaraan toegevoegd dus die hellingsconditie op de moving average. Hier hebben we een recent voorbeeld met een range gedefinieerd door de highs en de lows. Uiteindelijk een close onder die range. Een verkoopsignaal in die richting. En dan de conditie van de helling.